Van Raam is een fabrikant van aangepaste fietsen. Bij aangepaste fietsen moet je denken aan driewielfietsen, tandems, rolstoelfietsen. Allemaal fietsen van mensen met een beperking of voor gehandicapte mensen. Onze grootste doelgroep is natuurlijk senioren. Ik ben directeur hier van Business Art Service. Wij verhuren kunst. Dit doen we aan bedrijven en ook aan particulieren. Wij leveren ons product over de hele Benelux. Nou, bij Balk Shipyard houden we ons bezig met de refit van superjachten. Dus het onderhouden, verbouwen, repareren van superjachten. Dus jachten van 30 tot 60 meter. Ja, Van Raam doet de gehele productie in eigen huis. Vanaf ontwikkeling tot en met montage van de fiets. Dus we lassen hier, we spuiten de fiets en alles wordt op klantorde geassembleerd. Dus iedere fiets die de fabriek verlaat is uniek voor de klant. En als een bedrijf inspirerende kunst wil, dan gaan we daar langs. Kijken wat ze willen, wat hun smaak is of wat ze willen benadrukken. Stellen wij een collectie samen. En dat komen wij dan brengen en dat hangen wij helemaal zelf op. Wij verzorgen alles bij bedrijven. En bij particulieren, daar geven we het aan de deur af of de particulier komt het hier ophalen. En elk jaar wisselen we. En dat houdt de kunst mooi en fris en levendig. Afhankelijk van wat er moet gebeuren, krijgen ze of een schilderbeurt of andere onderhoudswerkzaamheden of het interieur wordt opgeknapt. En dat doen wij hier al een jaar of 15 op deze locatie. Onze klanten komen uit de hele wereld hier naartoe om de werkzaamheden uit te laten voeren. Als Van Raam zijn we erg trots op dat we nog steeds een familiebedrijf zijn. Ik doe het samen met het bedrijf met mijn zwager en mijn zus. En dat we eigenlijk alles in eigen huis doen. We zijn een van de weinige fabrikanten in Europa die nog de hele framebouwproductie in Nederland doet. En daar zijn we erg trots op. Ja, als bedrijf ben ik gewoon trots op alles eigenlijk. Wij zijn begonnen 35 jaar geleden. En wat je nu ziet is in al die ontwikkelingen van kantoren, de ontmoetingsplaatsen die we hebben, alles waar we mee bezig zijn, dat zie je ook terug in ons assortiment. En we zijn ook met de kunstenaars meegegroeid. Dus de klant ontwikkelt zich en de kunstenaar ontwikkelen zich. En daar ben ik echt trots op, dat we dat vermogen hebben als bedrijf. Ik ben trots op het resultaat wat wij hier leveren. In Nederland staat hoog aangeschreven in de wereldwijde jachtbouw. Ik ben er trots op dat wij die kwaliteit kunnen leveren. Het is absoluut vakmanschap wat hier geleverd wordt. En als je aan het eind van het project het resultaat ziet waarbij alle details kloppen, daar ben ik trots op. Ja, wij zijn lid geworden van VNO-NCW omdat wij het netwerkfunctie van VNO-NCW erg belangrijk vinden. En VNO-NCW is ook echt een belangrijke speler in onze Achterhoekse samenwerking en ook een grote lobbypartner. Maar ik denk de belangrijkste functie is ook het netwerk met andere bedrijven. Om te binnenkijken bij andere bedrijven om samen te discussiëren over de onderwerpen. Voor mij is het de kennisdeling en het heeft voor ons echt toegevoegde waarde, omdat je natuurlijk als ondernemer alleen staat en juist de veelheid aan onderwerpen die besproken worden, de dienstverlening over ja, of het overheid is, de wetten is of de trends in de markt. Wij zijn lid van VNO-NCW Midden eigenlijk om onze regio en onze sector dichter naar Den Haag te brengen. Als onderneming willen we verder groeien, ons verder ontwikkelen en er zijn een aantal dingen die daarvoor heel belangrijk zijn. Denk daarbij aan de sluis bij Koor met de Zand, onze buitendijkse haven, maar ook de ontsluiting van de polder en het onderwijs in deze regio. VNO-NCW helpt ons erbij om die dossiers in Den Haag onder de aandacht te brengen en te zorgen dat we in Den Haag ook op de kaart komen te staan. Welkom bij VNO-NCW Midden. Welkom bij VNO-NCW Midden. Welkom bij VNO-NCW Midden.